Het ministerie van Volksgezondheid heeft gisteren het Suriname gezondheidsstudieverslag gelanceerd. Volgens minister Patrick Pengel is zo'n studie voor zijn ministerie een belangrijke exercitie. Het voorziet in essentiële informatie die van belang is voor strategische besluitvorming op verschillende niveaus binnen het ministerie. Volgens hem hebben we elkaar vaak afgevraagd hoe de financiering van onze gezondheidssector eruit ziet. En zijn er vaak kleine studies gemaakt om erachter te komen wat er binnen onze gezondheidssector gebeurt. Deze inspanning zal ons van hele waardevolle informatie voorzien over de stroming van middelen voor de totale gezondheidssector en zal onze gezondheidsstrategie informeren. Ik wil bij voorbaat dank zeggen aan alle ministeries, medewerkers van ministeries, overheidsinstituten, donoren, verzekeraars, NGO's en werkgevers die betrokken zullen zijn bij deze studie en aan iedereen die zal bijdragen in het voorzien van de nodige informatie voor deze belangrijke exercitie. Het garanderen van kwaliteitszorg voor ieder blijft een doel waar de regering naar streeft en er zijn meerdere dimensies die hierbij in overweging moeten worden genomen. Inclusief de prioriteitsgezondheidszorgdiensten, verbetering aan het gezondheidszorgsysteem en implementatie van plannen. Een sleutelprioriteit is om de alternatieve bronnen voor gezondheidsfinanciering te onderzoeken om zodoende de duurzaamheid van het gezondheidsproces te kunnen verzekeren. De bewindsman zei verder dat de resultaten van dit gezondheidsstudieverslag het ministerie zullen voorzien van het begrip hoe financiële middelen thans worden geallockeerd voor prioriteitsgebieden. Verder kan het verslag volgens Pengel de basis vormen voor het nemen van besluiten over allocering in de toekomst. We kijken uit naar het uitvoeren van de health account exercitie op regelmatige basis en institutionaliseren van het proces binnen het ministerie van Volksgezondheid, zodat we kunnen voortzetten en kunnen volgen wat de voortgang is en hoe de vooruitgang is van efficiëntie die we proberen door te voeren in de gezondheidszorgfinanciering. En dat we op basis van de beschikbare data sturend beleid kunnen formuleren. Succesvolle volbrenging van deze exercitie hangt af van de vastberaden inspanning en cruciale bijdrage van een brede groep stakeholders. De kwaliteit van de health account hangt af van de robuuste, complete data waarop het steunt. We vragen daarom en waarderen uw participatie in het voorzien van de nodige data aan het Health Accounts team. Aldus Patrick Pengel, minister van Volksgezondheid. Hij lanceerde gisteren het Suriname gezondheidsstudieverslag dat belangrijk is voor het nemen van strategische besluiten binnen de gezondheidssector. De lancering is gehouden in de ballroom van Hotel Torarica.